gaan we naar Duitsland. Want de Duitse bondskanselier Olaf Scholz is bereid om toch nog dit jaar de Bondsdag om een vertrouwensstem te vragen. Dat ik nog voor Weihnachten die vertrouwensvraag stelle en dat alle gemeinsam zo zien, is voor mij überhaupt geen probleem. En ik vind ook dat we einmal een beetje ons teruglehnen sollten, dat onafgericht discussiëren. Ja, we moeten dus maar even stoppen met discussiëren. Gewoon doen, zegt hij. En die stemming moet ervoor zorgen dat er vervolgde verkiezingen komen in Duitsland. Want aanvankelijk zei hij dat het 12 januari zou worden, voordat hij die vertrouwensstem zou doen in de Bondsdag. Bij ons Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nu toch eerder. Wat heeft hem doen besluiten dat zoveel eerder te doen? Nou ja, hij had eigenlijk niet zo heel veel keus meer nadat alle partijen in Duitsland hun lijsttrekkers hadden gezegd dat de datum die hij zelf had genoemd, inderdaad half januari, te laat zou zijn. Want zo zeiden bijvoorbeeld ook zijn vice-kansler Robert Habeck van De Groenen, ja, je moet daar niet te lang mee wachten, want de Ampelcoalition, de stoplichtcoalitie, die is op rood gegaan, er is een partij uitgegaan en dan kun je niet met een minderheidsregering doen alsof er niets aan de hand is. Dat kleeft ook aan jouw ambt als bondskanselier, als aanvoerder van de club. Juist. Nu gaan we dus eerder. Heel concreet, wanneer eerder? Want ik hoorde Merz eerder zeggen, donderdag gaan we die zaak in stemming brengen. Donderdag, deze donderdag, gaat dat inderdaad gebeuren? Ja, Merz, dat is natuurlijk de leider van de Christendemocraten. Die staan plus 30% in de peilingen. Zijn daarmee dubbel zo groot als elke andere partij. Ja, die heeft er natuurlijk heel veel zin in en wil zo snel mogelijk dat er naar de stembus wordt gegaan. En het aarzelen van Scholz of het feit dat hij het na half januari wilde, werd ook door veel politieke commentatoren hier in Duitsland gezien als een strategische zet om nog wat meer tijd ook voor zichzelf te hebben om campagne te voeren. Hij heeft nu een soort van tussenoplossing gekozen. Hij heeft gisteravond in dat programma, waar je dan net ook een uitspraak van hem hoorde, gezegd: ik laat het aan de fractievoorzitter van mijn partij, van de Sociaal-Democratische Partij, over of ik inderdaad die vertrouwensvraag moet stellen. Nou, daarmee geeft hij het uit handen, maar dat is natuurlijk al lang afgestemd. Ja. En dus kan die fractievoorzitter zeggen: ja, het lijkt me toch ook goed om eerder ervoor te zorgen dat Scholz die vertrouwensvraag stelt. Want zoals we allemaal weten, die vertrouwensvraag in Duitsland, die kan je dan verliezen. Dus dan zegt eigenlijk een meerderheid in het parlement: nou ja, het lijkt ons toch niet zo goed dat u als bondskanselier aan blijft. Dan kan het parlement worden opgeheven en dan kunnen ook nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven door de bondspresident. Die moet dat dan officieel aankondigen. En dan zou het dus al eind januari, begin februari kunnen plaatsvinden. Ja. De verkiezingen in Duitsland. En dat, als ze dit inderdaad dus voor de kerst wel rondbreien. Nou, de vertrouwensvraag in elk geval, die gaat hij dan stellen. En stel dat hij dan verliest, dan zegt hij: nou ja, nu kan ik niks anders doen dan tegen de bondspresident zeggen: er moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Ja, ja. Nou heeft Scholz ook met Donald Trump gebeld, hebben we begrepen. Dat is natuurlijk wel van de gekke, want de president-elect die zit al met alle wereldleiders te bellen. Daar kwamen geopolitieke uitdagingen aan bod, zegt de woordvoerder van de Duitse regering. Waar hebben we het dan over? Weten we dat? Nou, heel concreet, want ook nu zei Scholz weer, herhaalde hij eigenlijk dat hij met echt wel open staat voor gesprekken met Poetin. Dus vroeg de presentatrice: nou, wanneer dan? Nou, demnächst. In het Duits is dat zoveel als: nou, het kan morgen zijn, maar ook over 2 maanden. Dus daar liet hij zich niet zo concreet naar uit. Ja. Maar waar gaat het dan concreet in die gesprekken met de aankomende president Trump over? Wat denk je van middellange afstandsraketten in Europa? Ja. Want Trump heeft ook gezegd tegen Poetin, naar verluid mediaberichten, hij heeft zich daar zelf niet over uitgelaten: pas een beetje op, dat grote offensief, daar moet u mee wachten, meneer Poetin, want ik heb ook in Europa nog wat ijzers in het vuur. Onder andere natuurlijk de reeds aanwezige Amerikaanse militaire basis, Ramstein bijvoorbeeld, waar vandaan ook heel veel gecoördineerd wordt. Maar ook staat Duitsland, deze regering, open voor het plaatsen van middellange afstandsraketten. En dan wordt het weer interessant van hoe gaat Scholz daarmee mee om, want hij zegt: ja, die gesprekken met Poetin, die moeten toch ook weer gaan plaatsvinden. En dat herhaalt hij dan op dit moment. Nou, kijk dan eens naar andere populaire partijen die zometeen bij nieuwe verkiezingen in Duitsland ook natuurlijk proberen hoge ogen te gooien. De Alternatieven voor Duitsland, maar ook de Bündnis Sarah Wagenknecht, tot nu toe in de regio's een dominante partij, moet ook bij coalitieonderhandelingen betrokken worden. Ja, die zeggen ook: die oorlog, daar moet Duitsland zich helemaal niet mee bemoeien. Daar moet Duitsland afstand van nemen. Ja. En die is op de hand van Poetin. En zo
zo is dat allemaal, heeft dat allemaal weer mee te maken, met elkaar te maken. En probeert Scholz dus eigenlijk al in die verkiezingen te zeggen, nou, richting de kiezers, ook van Bündnis Sahra Wagenknecht en misschien ook wel van de Alternatieven voor Deutschland, ik ben ook iemand die daar open staat voor gesprekken en probeert daar dus weer zo'n positie in opnieuw in vast te stellen. Ja, duidelijk. Dankjewel. Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.